Hallo allemaal, ik ben Sophie en ik wil jullie vandaag graag wat vertellen over Kisterweide. Ik sta hier momenteel op de Zek, dat is een gedeelte van het Kempenbroek. En waarom sta ik hier? Wel omdat de meeste activiteiten van Kisterweide hier ook plaatsvinden, in dit mooie natuurgebied. Ik ga jullie heel even laten meekijken. Ik wil jullie wat inspiratie geven voor na de coronamaatregelen. Bij Kisterweide organiseren we activiteiten voor zowel volwassenen als voor kinderen in de natuur, in het natuurgebied Kempenbroek. Hier sta ik op de echte Kisterweide. Op deze wei, die er normaal ook een stuk vrolijker uitziet, worden activiteiten georganiseerd voor kinderen. Dat kunnen indianenfeestjes zijn, fantasienamiddagen en zoveel meer. Ik hoop dat we weer snel terug kunnen van start gaan en ook onze activiteiten van de paasvakantie kunnen verplaatsen naar deze zomer. Hier ben ik aanbeland bij twee van onze hoofdrolspelers van Kisterweide. Deze twee heren kan je gezellig meenemen op wandeling in het Kempenbroek en de Zeg. We hebben wandelingen op maat voor gezinnen. En dit eventueel in combinatie met een picknickmand gevuld met lekkere streekproducten. Verder worden er workshops gegeven. Dit ter ontspanning voor iedereen die wel eens een keertje stress ervaart. Of voor iemand die gewoon eens iets anders wil doen dan gewoonlijk. Geven we lessen aan kinderen vanaf 6 jaar. Dat zijn individuele lessen. Laten we samen aftellen. Dat de maatregelen terug versoepelen, dat we terug samen leuke dingen kunnen doen. En ondertussen zou ik zeggen, zorg voor jezelf, zorg voor elkaar, blijf in je kot, hou nog even vol, doe inspiratie op om dingen te ontdekken in je eigen streek en ik hoop dat we elkaar snel mogen ontmoeten.